moet wel even wat voor gebeuren. Het allemaal wel goed op. De grote favoriet van het FK is Nat Brandsma. Hij giet dit hier al over de jin 20 meter. Al je hebt de Justerjoen met 20 meter 42 naar het tredde plak. Van Jun heeft een goede serie deel zetten. Nou, Auron Sneun ging wat minder, NFM ging ik wat minder. Maar nou, hij is zeker weer heerlijk in, het viel goed. Dus nee, komt helemaal goed Sneun. Kan hij zich weer helemaal opsteken? Het tweede plak in Driels gaat naar Tevers Hopma met 20 meter 48. En daarmee laat er zien dat er correct op tijd in vorm is van het FK. Auron Sneun heb ik de eerste wedstrijd naar mijn laatste blessure dient. Nou, dat was echt heel zwier. En Joert kook helemaal vrij uit. Dus ik geef mijn soort vertrouwen naar het FK te. En dan zie je wel hoe ver het komt. De grote winnaar, Justerjoen, wie is Sietse Bokma? Ziet mij een sprong van 20 meter 59 de wens naar hem te hellen. Hij zocht uit naar Sneun. Ik wens hem hier als won, maar precies dezelfde afstand. Ik ben 12,59. Dus ja, dat is jam. Maar ik hoop dat ik er Sneun als ik heb je op het wanken. Dan bloeien ze echt al erachter mee. Dan ben je wat wisser.